Wat is de vrijstelling, de btw-vrijstelling voor kleine bedrijven? Wel, in theorie moet elk bedrijf die btw-plichtig is, moet die btw afdragen om te verkopen en mag die btw aftrekken van de aankopen. Dus dan betaal je eigenlijk netto enkel nog btw op jouw meerwaarde. Dat is de normale situatie. Als je daarentegen een vrijstelling voor kleine bedrijven hebt, en die mag je, dat is een keuze, toepassen als je minder dan 25.000 euro omzet hebt, exclusief btw. In die situatie dan mag je, met andere woorden, geen btw aanrekenen op je uitgaande facturen, met andere woorden je verkopen, maar dan mag je ook geen btw meer aftrekken bij je aankopen. Dat kan dus zeer interessant zijn als je eigenlijk niet te veel administratie wilt. Je hoeft dan ook geen btw-aangifte in te dienen. Je hebt andere verplichtingen ook niet, maar je bent ook niet helemaal vrijgesteld van eender welke verplichting. Je moet namelijk jouw jaarlijkse klantenlisting nog altijd indienen. Dat zijn jouw verkopen aan Belgische bedrijven. Het kan echter ook niet zo interessant zijn. En zulke situaties zijn bijvoorbeeld de situatie wanneer dat je uitgaande, je verkopen aan 6% btw kunnen, maar je aankopen aan 21%. Dan ben je vaak beter om die recuperatie van 21 te doen en dan moet je maar uitgaande die 6 niet meer doen. Tweede situatie kan zijn wanneer dat je veel aankopen hebt in het begin, veel investeringen hebt in het begin. Dan ben je best op dat moment van die investering en dat moment wanneer die factuur binnenkomt, btw-plichtig, zodat je die btw kan aftrekken. Nog drie belangrijke puntjes om in het achterhoofd te houden. Eerst en vooral, wanneer je niet-Belgische goederen of diensten aankoopt, ga je nog altijd een bijzondere aangifte moeten indienen. Erg belangrijk dat we dat altijd doen. Tweede puntje, op de facturen die je aan je klanten uitreikt, waar je de vrijstelling voor wilt toepassen, moet je dat ook expliciet vermelden. En als laatste puntje, als je de limiet van 25.000 euro exclusief btw omzet overschrijdt, dan moet je met de factuur die die grens overschrijdt direct btw aanrekenen. Voilà, dat was in het kort de btw-vrijstelling voor kleine bedrijven. Als je daaromtrent nog een vraag hebt of een andere vraag hebt, plan gerust met onze gesprek in. Dan zien we je dan. Dag!